baard op je beeldscherm. Welkom, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe trainingsvlog. Wat ik even wat wil vertellen voordat ik hier aan ga beginnen, voordat jullie de video te zien krijgen. Mitchell die komt zo hierheen, is leuk, die traint weer mee. Die hebben jullie een keer in vlog 4 of zoiets, plus minus, ik weet niet meer precies welke. Hebben jullie die ontmoet, staat ook in de titel naam. Hij gaat over 2 weken, 1 week ongeveer op vakantie. En hij is zoiets van, Raymond, jij gaat vandaag zware gewichten doen, zware PR zetten. Ik wil even meedoen. Hij heeft het nog niet echt gezegd, hij heeft het een beetje door laten geven. Maar er is een kans dus dat hij meedoet. Hij is eigenlijk nog meer power, nog meer wilskracht. En nog meer, wilskracht wil ik niet zeggen. Maar nog meer, hij houdt van lekker zwaar trainen. En kent soms zijn eigen grenzen niet. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, dat versterkt elkaar lekker. Hij versterkt mij en ik hem, noem maar op. Alleen, we weten inderdaad dat als we zijn uitvoering zien, dat het niet altijd helemaal perfect is en dat het niet altijd helemaal goed gaat. En kopieer dat dus vooral niet. Dat moet je niet doen. Het is gewoon alleen even kijken hoe ver komen we vandaag. En ja, het is gewoon leuk trainen natuurlijk op die manier. Hij gaat daarna, als hij terug is van vakantie, weet je, hij sloopt zichzelf nu eigenlijk even. Gewoon even kijken wat hij kan. En dan daarna heeft hij even vakantie en dan begint hij natuurlijk weer gewicht te lagen. En dan bouwen we alles gewoon weer netjes op. Het tweede ding is dat de overheadpress, die hebben jullie in de vorige vlog gezien. Die lukte in de vorige vlog eigenlijk al niet. Dat was dan geen PR, dat was een volumedag. Dus de zorg dat ik daarop, mijn lichaam daarop een klap krijg. En dan een paar stellen dagen herstellen en dan zien jullie deze vlog. Die overheadpress die lukte al niet eigenlijk. Nou ben ik, vandaag ga ik 5 setjes doen met 1 herhaling voor alle oefeningen. Ook voor de overheadpress. En ik denk, ik hoop eigenlijk dat ik het haal, maar ik twijfel wel echt heel erg. Want het is echt loodzwaar, die overhead van mij. Ja, en that's that eigenlijk, that's it. Dan gaan jullie zien in 4, 3, 2, 1, komt-ie! De video is natuurlijk nu wat anders ingedeeld dan normaal. Ik zal eerst mijn 5 herhalingen laten zien. En daarna een paar squat herhalingen van Mitchell. Alleen ik moet wel eerlijk toegeven, ik ben nu de video aan het bewerken en ik ben erachter gekomen dat ik de 5e herhaling niet heb gefilmd. Dus sorry daarvoor. Bij Mitchell hebben we het iets anders aangepakt. Wat je nu ziet zijn nog steeds 2 opwarmherhalingen. En daarna zijn we in 4 setjes naar zijn uiteindelijke PR toegegaan. Ja, door. Netjes. En hierna gaan we door naar de overheadpress. En het was de bedoeling om 5 herhalingen te maken met 51 kilo. En let maar op hoe dat gaat. Niet moeilijk. Hij ging omhoog. Zoals jullie begrijpen was ik daar erg tevreden mee.
In de volgende vlog gaan jullie nog de bench zien. Dan ga ik daar ook weer even max op. Dan weet ik waar ik op ben geëindigd. Dat is een mooi einde van het programma. Begin ik dus een nieuw jaar, een nieuw programma. Dus jullie gaan hierna nog één vlog zien. En de video daarna, dat wordt een upload video over wat mijn doelen zijn. En ik weet nu dus goed waar ik ben geëindigd, wat ik kan en wat de numbers to beat zijn. Nu gaan we door naar Mitchell. Die heeft in 4 pogingen geprobeerd een nieuw PR te zetten. Komt ie! Ja, het was zeker een goede poging, maar inderdaad, het is niet anders, het is niet anders. Mitchell weet nu waar hij is geëindigd, wat hij kan en dan kan hij voor het nieuwe jaar weer nieuwe doelen stellen. Nu gaan we door naar de deadlift. Hij gaat in 2 herhalingen een nieuwe PR zetten en daarna komen mijn 5 herhalingen. Algemeen ben ik tevreden over alle lifts. De volgende vlog zien jullie nog 3 PR's. De overhead die staat nu vast op 55. En de volgende vlog zien jullie nog een squat, een bench en een deadlift. Weer 3 PR's ga ik vanuit, hoop ik. Aan de hand daarvan, van al deze gegevens, ga ik mijn nieuwe schema opstellen. Maak ik dus weer een aparte video over waar ik hier wat dieper over inga. Ga ik nieuwe doelen stellen. En dan gaan we kijken of ik die de komende weken kan verbreken. En zoals altijd bedank ik jullie echt weer hartstikke erg voor het kijken. Ik waardeer het echt super erg dat jullie kijken. Bedankt en tot volgende week.